Mijn favoriete nummer is eigenlijk het titelnummer. En waarom? Ik keek naar een hele oude documentaire over onze betreurde Toets Tielemans, een echte Brusselaar. Toen een Engelse journalist hem vroeg: meneer Tielemans, hoe kunt je uw succes verklaren binnen de jazzwereld en buiten de jazzwereld? Antwoordde Toets: because everything I do is between a smile and a tear. En ik dacht, ik heb het nummer. En het liedje vertelt over wie ik ben en hoe ik geprobeerd heb mijn leven te leiden, zowel als artiest als als mens. Er staat een liedje op dat niet van mij is, dat is van Jan Savenberg. En dat heet: het meisje aan de balie heette Lente. Zo zag ze er ook uit, zo zag ze er ook uit. Een Nederlands accent, iemand zei Drenthe. Maar ik dacht aan haar naam, die paste bij haar huid. En meer nog aan haar glimlach, warm als een dag in mei. Ik zag zelden zoveel heren, zo geduldig in een rij, wachten op een ogenblikje lente. Al was de zomer onherroepelijk voorbij. Dus dat vind ik ook een geweldig liedje. En dat heb ik niet zelf gemaakt, de meeste van de liedjes wel. Ik noem Oostende eigenlijk een beetje Brussel met haar voeten in het water. En op dat appartementje heb ik de meeste van die songs gemaakt. Ik heb geweldige zin in die tournee. Dat brengt mij een beetje overal. Met als hoogtepunt natuurlijk is het jubileumconcert in de KWS en in Bronx. En wat de mensen mogen verwachten is, de ruggengraat van het programma is natuurlijk het nieuwe album. Maar ik doe het zo, ik zing een nieuw nummer en dan zing ik een klassieker daarna. Nieuw nummer, klassieker. En zo volgt het elkaar op met Bert Candries aan de gitaar en de bas, Gert Meert aan de drums, met Leo Kaarts aan de piano, Mark de Boek, een soort multi-instrumentalist. Ik zong al van mijn 18 jaar, ik zong eigenlijk van mijn 10 jaar, maar op 18 werd dat een beroep. Ik zou dan nog vlugger doen en ik zou mij nog meer bekwamen in muziek. Want muziek is iets buitengewoon. Ik zou meer gestudeerd hebben in de muziek. Dat zou ik anders doen. En voor de rest zou ik die weg teruggaan.